Louis, wat mogen we verwachten vanavond? Ik denk heel veel stilte in de zaal tijdens de film. Het is heel veel aangrijpende momenten. Het is een strafverhaal, iedereen kent het. En of dat je nu bekijkt in de realiteit van de gebeurtenissen of gewoon als een sterk fictieverhaal, dat is een beetje de keuze voor de kijker zelf. Maar het is gewoon mooi gemaakt. Wie is jouw personage Gilbert? Gilbert is de vader van David van der Steen. Zij worden natuurlijk gedood in de aanslag. En het belangrijkste voor ons was eigenlijk om het gezin neer te zetten als echt een zeer hecht, gelukkig gezin. En met de steun van David en de info dat we kregen via hem en via Stijn, hebben we dat mooi gedaan, denk ik. Het is kortstondig, maar het is gewoon gemerkt wel dat gezin echt aan elkaar hing. Herinner jij nog de Bende van Heuvel? Ik herinner het nog niet zeer goed, maar het is wel natuurlijk... It was pretty common when I was born. Ik ben niet meer zo jong. En dat is een soort van zwarte pagina in onze Belgische geschiedenis. Maar ik ben ook niet... ik heb mij erover ingelezen, maar niet dermate geïnformeerd om er nog meer over te zeggen. Maar ja, het is heel bekend natuurlijk, het verhaal. In de film speel jij natuurlijk de papa van Zita Wouters. Is zij een talent? Ik vind dat ze een ongelooflijke naturel heeft. En dat heeft ze waarschijnlijk van haar beide ouders. Zowel van Valérie, die natuurlijk een mooie vrouw is, een werkend model. Haar papa, die de charme heeft van duizend mannen tegelijk. Dus ze heeft dat zeer goed gedaan. Zeer rustig met Elke en met Jan in toch bepalende scènes voor de film. Ik denk dat haar ouders mogen trots zijn. Louis, wat zijn je volgende plannen nog? Ik heb nu een project beginnen... in november voor de VRT. Mogen we weten wat? Och, dat gaan we binnenkort wel zien.